Hoi, ik ben Jumaan en ik ben bij Storytel. En vandaag neem ik jullie mee achter de schermen bij het tot stand komen van de luisterboeken van Lord of the Rings die ik aan het inspreken ben. Vandaag gaan we jullie iets meer vertellen over hoe al die audio nou tot een luisterboek gemaakt wordt. Dus veel plezier! Hallo, ik ben Janijka en ik werk bij de studio's van Storytel. Er werken gemiddeld 5 mensen aan 1 luisterboek. En dit zijn een productiecoördinator, een planner, een inspreker, een audio-engineer en een proefluisteraar. De nabewerking en editing wordt bij ons al tijdens het inspreken gedaan. Iedere opname wordt namelijk begeleid door een audio-engineer die meeluistert en aanwijzingen geeft. Als het boek helemaal is ingesproken, gaat het door naar de proefluisteraar. Een proefluisteraar luistert het hele boek na met het script erbij. En die zorgt ervoor dat alle foutjes eruit worden gehaald. Na afloop kijken wij of we deze foutjes zelf kunnen oplossen. Zo niet, vragen wij de inspreker langs te komen voor een correctieronde. Daarna nog de laatste final touch. En daarna is het boek klaar om in de app gezet te worden.